Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. Hoe start je dropshipping vanaf nul? Dat is een vraag die ik super vaak krijg. En ja, heel veel mensen die vraag hebben van werkt dropshipping überhaupt wel? Is dropshipping dood in 2024? Dat soort dingen. Nou, ik kan je vertellen, dropshipping is niet dood. Volledige shock. Maar businessmodellen gaan niet zomaar kapot. Dropshipping is gewoon puur een logistiek model. En tuurlijk, het dropshipping met een AliExpress leverancier en Obelo is niet meer van deze tijd. En ik ga je precies uitleggen hoe je ja, met dropshipping kan beginnen in 2024. En hoe je daar een online inkomen mee kan genereren. Waarmee je duizenden euro's winst per maand kan gaan draaien. Oké? Nou, allereerst heb je een bedrijf nodig en schrijf je in bij de KVK als je in Nederland woont, als je in België woont. Werkt het net iets anders volgens mij. Maar het zou ook niet al te moeilijk zijn. Nou, dan heb je een bedrijf en wat ga je dan doen? Dan ga je een Shopify store aanmaken. Kan je een trial nemen voor 3 maanden. Betaal je de eerste 3 maanden 1 euro per maand. Wat geen kosten zijn. Iedereen kan 3 euro missen. In die 90 dagen zou ik gewoon echt letterlijk alles gaan geven wat je maar hebt. Ik zou bijvoorbeeld, ja. Als je niet de financiële middelen hebt om een coach in te huren, zoals dat ik ben bijvoorbeeld, zou ik echt gewoon puur op YouTube kijken hoeveel waardevolle video's daar staan van één specifieke persoon. Ik wil niet per se zeggen dat je voor mij moet kiezen of voor Econ King of voor iemand anders in de game, weet je wel. Ik zou gewoon één iemand zijn strategie aanhouden en ja, die werkt. En ha, in ieder geval, check zeker zijn track record, zeker belangrijk. Maar in ieder geval, één specifieke strategie en die vasthouden voor een langere tijd. En in die 90 dagen raad ik je echt aan om, nou, laten we zeggen, 5 producten per week te gaan testen. Met een budget van 25 euro per product. Dus dan heb je 125 euro ad spend per week. Keer 4 kom je op 500 euro ad spend per maand uit. En doe je uiterste best bij dat testen. Maar daarvoor heb je natuurlijk producten nodig. En product research gaat het allerbelangrijkste zijn in jouw bedrijf. Dus zorg ervoor dat je. Ja, producten op de juiste manier zoekt. En ik ga je precies uitleggen hoe je dus die producten ja, kan gaan zoeken. Nou, ik zou gewoon kijken naar wat momenteel al werkt. Kijk op AliExpress wat al goed verkoopt. Kijk op Amazon wat al goed verkoopt. Kijk op Bol wat goed verkoopt. Kijk op TikTok wat veel views pakt. Kijk op Facebook Ads Library welke ads al langere tijd aanstaan. Maak het niet te moeilijk voor jezelf. Je kan ook AdSpy tools gebruiken. Maar ik zou het gewoon lekker simpel houden en daarin producten gaan testen. Dan heb je die producten dus. En dan kan je die naar je website gaan pushen. Zodra je die website hebt gemaakt, kan je daar een productpagina omheen maken, een store maken. Kan je gewoon met een gratis thema doen. Het is helemaal geen rocket science, zeg maar, om dat in elkaar te gaan zetten. Dus ja, ik hoop dat je daar wat aan hebt. Dus producten is het belangrijkste. Dus ja, je moet 5 producten per week hebben. Dus 20 per maand, 60 in die 90 eerste dagen. En product research daarbij was dus cruciaal. Super belangrijk. Ik heb meerdere video's op dit kanaal staan over mijn eigen product research strategie. Die verandert wel een klein beetje door de jaren heen, maar ja, het algemeen blijft eigenlijk hetzelfde. Waarom? Omdat dingen werken. Dingen die in 2017 werken, werken nu natuurlijk niet. Maar die strategie die ik nu een aantal jaar aanhoud, die werkt eigenlijk altijd wel vrij standaard heel goed. Waardoor je dus ja, 1 op de 3, 4 producten gewoon een winnaar kan maken en die kan opschalen. Oké? Nou, dan heb je dus je webshop gemaakt, je hebt je producten en dan is het tijd om een advertentieplatform uit te gaan kiezen. Nou, ik draai persoonlijk zelf al jaren op Facebook, maar er zijn ook andere platformen waar je bijvoorbeeld ads op kan draaien, zoals TikTok en Pinterest bijvoorbeeld en zelfs Snapchat. Of, je kan overal ads op draaien, maar ik raad gewoon Facebook en Instagram altijd aan om daar je advertenties te gaan draaien. Oké? Dus kies één platform, kies één strategie en hou je een langere tijd aan die strategie. En in deze 90 dagen zul je niet 10k per maand verdienen. Zoals heel veel coaches tegen je zullen zeggen. Maar in deze 90 dagen zal je wel sales maken als je dit volhoudt. En je zal een winstgevend product kunnen hitten, waarbij je dus wel ja, richting een paar duizend euro winst per maand zou kunnen gaan. In redelijk korte tijd. Maar daar draait het allemaal niet om. Het draait erom dat je die skills opbouwt. Dat je dus vaker kan herhalen. Want je kan wel eens een keer lucky worden, maar als je gewoon die skills hebt van de juiste producten, de juiste website, de juiste productpagina, de juiste videoadvertentie, de juiste. Media buying skills. Als je al die skills ontwikkelt, kost gewoon tijd, eerlijk gezegd, en ook geld, dan ga je gewoon beter worden als Shopify branded dropshipper. Oké? Nou, dan kan ik je nog wel even helpen met in ieder geval de producten. Als je een bestelling hebt,
Dan ga je met agents werken. Dus ja, mocht je nog op zoek zijn naar een agent, stuur me eens even een bericht op Instagram of Facebook. LinkedIn, welk social media platform je ook gebruikt, ik zit erop en ik ben er aanwezig om jou verder te helpen. En ja, that's it eigenlijk. Zo start je eigenlijk dropshipping vanaf nul met minimaal kapitaal. Dat is wel heel belangrijk. Heel veel gasten die mijn concurrenten zijn, om het zo maar te zeggen, andere dropship-goeroes, verkoop op bol-goeroes, hoe je ze ook wil noemen, ja, die. Voor hun trajecten heb je ten eerste al nou, 5000 euro plus nodig, vaak 9 van de 10 keer. Dat is bij mij niet het geval, omdat ik echt wil dat jij zelf ook ja, resultaat gaat behalen. Tuurlijk kost mijn coaching ook een paar duizend euro, maar mij heb je ook winstgarantie. Dus dat je 2 keer je investering eruit haalt. Zo erg heb ik vertrouwen in mijn eigen systeem. Dus mocht je daar interesse in hebben, hieronder kan je een call in plannen met iemand van mijn team. Dan kunnen we het daar eventueel nog over hebben. Maar dat tezijde, we hadden het over product delivery. Dat kan je dus met agents doen. Dus die agents die zullen in 7 tot 10 dagen levertijd jouw product kunnen leveren. En zo kan je eigenlijk beginnen met Shopify branded dropshipping. En daarmee begin je dus met een general store. Nou, wat is precies een general store? Moet je denken aan een Bol Store, Amazon, Kaufland, etc. Je verkoopt gewoon van alles. Je verkoopt van alles en nog wat. Verschillende categorieën. Want ik zie heel veel mensen de fout maken van dat ze één specifieke categorie kiezen. Ze vinden bijvoorbeeld horloges super vet of fitness of fashion en ze gaan alleen maar dat verkopen. Terwijl je niet eens weet of die categorieën goed voor jou gaan zijn en je daarin goed kan gaan verkopen überhaupt. Okay? Dat is een hele belangrijke en daarom raad ik altijd aan een general store. Wel met een klein branded themaatje. Dus bijvoorbeeld een general store met meer de focus op vrouwen. Een general store meer de focus op gezinnen. Zo zou ik het zeg maar aanpakken. Maak dingen niet te moeilijk en begin zeker in Nederland en België voor Shopify branded dropshipping. Je kent de taal en daarna kan je altijd uitbreiden naar andere landen, Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië. Ik hoop dat je super veel hebt gehad aan deze waardevolle video. Like en abonneer, want 90% of waarschijnlijk nog wel meer van jullie is nog niet geabonneerd. Het zou mij heel erg helpen om deze video's voor je te blijven maken en dan spreek ik je weer in de volgende video. Ciao, ciao.